Een pluk bewolking boven Frankrijk komt vandaag naar Nederland. En in die pluk zitten diverse buien, en die gaan we met name later vanmiddag over ons land zien trekken. Tussen de buien door is er af en toe zon, maar de buien die over het land trekken zijn pittige exemplaren met kans op onweer en lokaal ook windstoten. Voor de buien uit is het nog wel zeer zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen de 14 en lokaal 17 graden. Ook morgen krijgen we nog met buien te maken. Dan, vooral in de zuidelijke helft van het land. Opnieuw kan er een klap onweer bij zitten. In het noordoosten is het vaker droog, al valt daar s'avonds mogelijk wat regen. De temperaturen wel een stuk lager, met 9 tot lokaal 11 graden. Ook donderdag valt er lokaal nog een bui. Is het ook vaak bewolkt, met dan ook nog nieuw temperaturen rond een graad of 10. Vanaf vrijdag wordt het vaker droog, begint mogelijk een droge periode met vaker de zon en opnieuw oplopende temperaturen. Ik ben Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.